pas vanavond komt. Of dat ik even niks wilde komen. Nou, hier ben ik hoor. Dat vind ik leuk om jou te zien. En oh, mama, wat ziet er gele klant uit, zeg. Gelijk het wel een wielerondebis. Oh, hoor gij, van die wielerondebis, dat hebben gij goed gezien. Ik ben namelijk al jaren de wondermis van zijn zwaar. Nieuwe wielerpakken, Pieperbus. En dat zwelijke toegat. Ja, grootste boei. Dat klopt als een bus. Ik heb dat gekregen van mijn allergrootste vriend uit Parijs. Haha, grootste boei. Van de toren van Pisa. De toren van Pisa? Oh, dat ken je helemaal niet. Die staat namelijk in Spanje. Naar een stekend die had toch een beetje Peter of best gedaan op school. Wat is nou de grootste toren van Parijs? De Eiffeltoren. Ik heb nog wel een hele recicesie wielerbril die ik op kan zetten. Dat is tegen de op- en de oogvliegers. Nee, maar dat is toch ook hartstikke leuk, Pieperbus, als je die bril op zet. Daar gaat ie, hoor. Oh, kijk eens, krabbekes. Hé, dat is nog eens racies, zeg. Zou de prins die racefiets voor ons hier hebben neergezet, zodat we op die fiets kunnen oefenen om ze biedt met alle krabbekes naar de geit te wielrennen? Ja, ik denk dat het zo in elkaar is, nee. Zullen ze nog eens een beetje weien voor de gek gaan houden? En zullen we Wana er dan maar eens weer eens bij gaan roepen? Dan moeten we maar heel uit gaan roepen. 1, 2, 3. Nog veel harder. Hey Wana! Ongeheid en Krabbekes, riepen jullie mij? Ja. Ja Wana, we willen nog vragen of dat een geheim misschien die fiets nog een beetje weier zou kunnen betoveren. Nou Ongeheid, gij wilde naar grootste boer en steketee nog verder voor de gek houden. Nou, dat vind ik wel leuk toch hoor. Hey Krabbekes, doen jullie weer mee met jullie naar het toverstokje? Wijs maar naar die fiets en draai maar weer als een echte tovenaar. Maar Ongeheid, ik hoorde nou het grootste boer en Steketee er al aankomen. Mag dat gewicht even dat ze oezien? Ja, Wana, bedankt hé, Wana. Zwemmen onderhand is niet gaan fietsen, want dan lijkt het mij nou eens hartstikke leuter. Ja, maar dat is een hartstikke goed idee. Grootste boeien. Zal ik jullie dan ze vast in de kinderzitjes zetten? Dan lijkt het mij het beste dat ik zal fietsen. Want ik ken natuurlijk mijn kant elk stratje in het krabbelgat. Steketee, heb jij alle fietsdiploma's? Ja, ik hoor het al wel. Nee, naar een Steketee. Laat mij maar fietsen. Gaat die dan hoor. Doen jullie mee, krabbekes? Klaar voor de start! Ela! Nee! Wel stil zit nooit, met de vlieg me nog uit de bocht! Ja, en naar stilzitten, anders hebben we subiet nog een valpartij. Ja, maar ik ga niet vooruit. Ik ga naar omhoog. Nee, zie de vliegers ons. Steketee. Hey, Mark. Wat doet er nou toch? Grootste boer, wat is er nou toch allemaal? Ja, grootste boer, wat is het allemaal? Hoe moet ik nou weer naar beneden? Nee, geen paniek,
Ik zal eens even nadenken. Als je met vooruittrappen omhoog gaat, dan zul je met achteruittrappen wel naar beneden komen. Ja. Stilzitten, G. Ja, ja. Want dan ga ik nou achteruit fietsen. Ja, nee, dat komt hij hoor. Ja. En loop in mij. Hé, Frost de Boer! Nee, wat moet je nou eigen een auto, Stinky? Hé, Frost de Boer! Frost de Boer! Nee, en mij ga je ook niet mee bemoeien! Ja, maar kijk! Stinky! Ja, wat denk ik? Nou aan mijn fiets, Andertje! Mag de riemekes maar los en komt er maar gauw af! Ja, daar kijk er ook nog wat bij hebben hoor. Eerst die twee kinderzitjes en nou twee platte banden. Oh, en dan nog wel bij de fiets van de prins. Zo maak ik geen goede beurtse biet. Ja, gij niet daar, maar wij ook niet. Maar zou er nou niet heel toevallig op de markt een fietspomp staan waar dan met die banden mee op kunnen pompen? Dat we dat daar net nog niet hebben gezien. Ja, hoe is het mogelijk? Kijk, hier staat een hele grote pomp. En daar zal wel genoeg lucht in zitten om die twee banden mee op te kunnen pompen. Heel voorzichtig komt er een beetje beweging in. Hela. Oh ja. 1, 2, 3. Hupsakee. Hey, nee. 1, 2, 3. Hupsakee. Doe dus een beetje rustig aan. Ik raak me kom met mijn tenen, dus vloer niet meer. Oh. Zoon, kijk maar wat het beste werkt. Ja. Grootse boer, dan komen we vast weer naar beneden. Want, ja. We gaan proberen. Oh ja, goed zo, Grootse boer. Ja, dat was een goeie. Dat helpt gelukkig. Kijk. Nee. Ja. Hij gaat helemaal zijn eigen gang. Oh, wat is dat nou toch? Hij blaast een nil hem op met lucht. Wat is dit nou? Hij gaat helemaal uit zijn eigen. Oh, krabbekes, zwaai maar je aan de nogheid. Maar doe er wel een beetje voorzichtig. Je moet nog minstens 2 dagen mee, hé. Ja, kom maar gewoon naar beneden, Rolgit. Maar dan hebben we nog wel wat uit te leggen hier. Ja! Ja! 3, 2, 1! Ja! Lang leve de Rolgit! Ik ben een piep! Ach, maar nu zeg Vara, als ik nu dank en kant is, dan gaan we dweilen, want het is koers. Ach, maar nu zeg. Thank you.
Thank you.